superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik kreeg laatst een keer de vraag of ik een keer een video wilde opnemen waarin ik mijn elektronica producten laat zien die heel belangrijk voor me zijn. Nou, ik vond het eigenlijk wel superleuk, dus ik dacht, nou, waarom niet? Dus ik ga je in deze video elektronica producten laten zien die voor mij heel belangrijk zijn, waar ik dus veelvoudig gebruik van maak. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spullen die voor mij heel belangrijk zijn, waarin ik eigenlijk niet meer zonder kan, zou ik even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. Ik zal de producten random laten zien. Het is dus niet dat ik het op een volgorde doe van wat is nou het belangrijkste voor mij, maar ik doe het gewoon puur zo van, oké, dit heb ik nu het eerste pakken, dus dat is belangrijk voor mij. Laat ik beginnen met een heel belangrijk item en dat is mijn telefoon. Ik heb zelf een iPhone 12 Pro Max, heet die nog zo? Pro volgens mij. In ieder geval iPhone 12. Dit is de grote variant. Als je mij langer volgt, weet je dat ik gewoon Apple fan ben. Ik kies tegenwoordig altijd voor grote exemplaren, omdat ik die het fijnst vind. Het is gewoon een heel mooi toestel. En ja, ik vind hem gewoon echt heel fijn. Ik gebruik hem natuurlijk om mee te bellen, maar ook om te WhatsAppen. Ik beantwoord hier ook mijn vragen op die ik soms op Instagram krijg of mijn reacties van YouTube. Dus mijn telefoon is wel echt iets waar ik heel, heel slecht buiten kan. Als hij een keertje kwijtraakt, dan ben ik gelijk een beetje, oeh, waar is die? Fijne van Apple is dat je hem weer kan opspeuren als hij in je huis ligt en je kunt hem een geluid laten afspelen. Je hebt hem snel weer gevonden. Maar ja, voor mij is mijn telefoon wel echt van groot belang. En ik merk ook altijd dat er een beetje een strijd is van Apple, Android. Wat vinden mensen het fijnste? Kijk, ik ben zelf helemaal Apple-fan. Maar ja, ik denk dat dit een persoonlijke keuze is. Ik kan zelf dus niet met Android overweg. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet met het besturingssysteem van Apple overweg kunnen. Dus mijn telefoon is wel een hele belangrijke voor mij. Dan heb ik hier nog een heel belangrijk item en dat is mijn laptop. Dit is een MacBook Pro. Deze is echt al heel oud. Ik heb deze in 2014 gekocht en dit is de laptop die het langste is meegegaan tot nu toe. Echt, ik heb daarvoor andere merken laptops gehad die relatief goedkoop waren. Want ja, een MacBook is een aanschaf, jongens. Maar ja, deze die heb ik echt al zo lang en die doet het nog steeds heel goed. Mocht hij ooit kapot gaan, wordt mijn volgende laptop ook zeker weer een MacBook. Maar ik vind hem gewoon heel mooi vormgegeven. Kijk eens hoe satisfying als je hem open doet. Ik word er elke keer nog blij van als ik hem open, als ik hem zie. Dus ik vind hem echt zo mooi. Ja, op mijn laptop bewerk ik mijn foto's voor mijn blog. Ik maak er mijn filmpjes mee, althans ik bewerk mijn filmpjes ermee, ik maak er thumbnails mee, ik beantwoord mijn mails. Mijn muziek download ik met mijn laptop, maar ook mijn boeken. Ja, mijn laptop is echt een onmisbaar item in mijn leven, dus ja, daar kan ik echt niet meer zonder. Dus had ik nog heel veel liefde voor deze laptop. Dan heb ik ook een tablet en dit is een iPad. Ook wederom van Apple. Ja, mijn iPad vind ik ook nog steeds geweldig. Ik doe hier heel graag spelletjes op. Als ik in bed lig, dan vind ik het lekker om dan even mijn tabletje erbij te pakken. Om even een spelletje te doen. Of ook gewoon wel eens gewoon als ik dan net uit bed ben, vind ik het ook wel lekker om even tot rust te komen met de iPad. Je zou er natuurlijk veel meer mee kunnen. Misschien vraag je af, kun je eigenlijk een van de twee missen? Nou, mijn antwoord is nee, want mijn iPad die kan ik ook makkelijk een keer meenemen als het moet. Je zou hier ook foto's op kunnen bewerken, maar ik vind dat toch wat minder fijn als op de laptop. Mijn iPad is ook zeker echt een hele belangrijke voor mij, die ik ook zeker niet wil missen, omdat ik hem gewoon echt ook wel dagelijks gebruik en veelvoudig. Het is ook daar fijn om te facetimen met deze. Dus dat is echt ideaal. Ook mijn iPad. Dan heb ik ook mijn iPod. iPods worden tegenwoordig niet meer gemaakt bij Apple. Wat er allemaal nu nog is, wordt nog verkocht. En daarna houdt het op met de productie. Ik heb deze. Dit is de versie van 2019. Ik heb deze vorig jaar nieuw gekocht. Ik heb echt
Dit is mijn derde iPod. Ik heb eerst zo'n iPod gehad met zo'n. Het was zo eentje die had zo'n roterende knop. Daar kon je mee ronddraaien. Was ook wel heel chill. Die had ook al wel een schermpje. En toen kwam de iPod Touch. En toen heb ik er eentje gekocht. En die heb ik ook heel lang gebruikt. Maar die werd heel slecht. Dus toen heb ik een nieuwe gekocht. Ik heb er altijd een hoesje omheen. Ik hou van muziek. En ik vind het heerlijk om dat te luisteren via mijn iPod. Je kunt het natuurlijk ook met je telefoon doen. Maar ja, die wil ik toch zo leeg mogelijk houden. Omdat ik daar ook veel foto's mee verstuur naar familie en zo. Dus daarom heb ik mijn iPod echt voor mijn muziek. Helemaal in combinatie met mijn nieuwe speaker die ik heb. Ik zal ervan even een plaatje in beeld zetten. Die is in korte tijd ook heel belangrijk voor mij geworden. Maar die kan ik je niet laten zien, want ik zit gewoon op het stroom aangesloten. Het is gewoon heel fijn, weet je. Als ik een muziekje wil draaien, dan verbind ik hem gewoon even met mijn speaker. En dan kan ik hem afspelen. En als ik een liedje niet zoveel zin in heb, dan vraag ik Siri of die hem wil doorspoelen. Dus eigenlijk op de combinatie van mijn iPod met mijn speaker. Die is echt fantastisch en ben ik nog steeds heel blij mee. Gebruik ik dagelijks. Ook is muziek echt een heel belangrijk item met sporten voor mij. Dus heel fijn. Dan heb ik een item wat ook heel belangrijk voor me is. En dat is mijn e-reader. Ik heb een Kobo. Dit is volgens mij de Aura HD2. Ik heb in ieder geval de grotere variant als de normale Kobo. Ik heb deze ook echt al jaren. Ik denk dat die van 2014 is. En ik gebruik hem dagelijks. Ik hou van boeken lezen. En sinds ik mijn e-reader heb, ik heb sowieso het geld er al lang uit hoor. Qua boeken. En ik vind het heerlijk om digitaal te lezen. Omdat ik het heel fijn vind dat ik het licht kan regelen van een boek. Maar ook de lettertype aan kan passen. Weet je, soms heb je boeken die hebben gewoon van die pieterpeuterige lettertjes. Waar ik dan echt op zitten staren. Ja, mijn ogen zijn niet al te best helaas. En dan kan ik dat lettertype aanpassen door hem wat groter te zetten. Ook vind ik het fijn dat hier alle boeken in zitten die ik wil. Je hebt ook... ik hoor ook heel veel mensen die zeggen van... Oh ja, ik lees liever een boek. Gewoon een echt boek. En dat kan ik me ook voorstellen dat je het fijn vindt om zo'n kwaft in handen te voelen, dat je een papier door je vingers voelt glijden. Maar ik ben ook heel eerlijk, boeken zijn best wel duur natuurlijk. Nou hoeven boeken... nou kun je natuurlijk ook gebruik maken van de bibliotheek. Ik heb hier geen eens een bibliotheek. En ik zou ook heel erg de druk voelen van oké, die boeken moeten dan en dan terug zijn. Dus dan moet ik ze uitgelezen hebben. En dat heb ik gewoon met mijn e-reader niet. Want weet je, ik kan lezen zoveel ik wil. En als het uit is, kies ik weer een nieuw boek. En ook wel het voordeel is dat je de nieuwste boeken kunt lezen. En die heb je vaak in de bibliotheek nog niet. In de winkel uiteraard wel. Maar ik ben als iemand, ik zou zo'n boek weer niet kunnen wegdoen. Dus dan zou ik echt, weet ik hoeveel boeken hebben. Daar heb ik niet eens ruimte voor. Dus daarom is mijn e-reader echt ideaal. En hij laat dus ook als hij uitgeschakeld zien, de voorkant zien met het boek waarmee je die aan het lezen bent. Op dit moment lees ik slechts één vergissing van Natasha Madison. Dus, mijn e-reader. Onmisbaar. Echt heel fijn. Nog zo'n onmisbaar item. Dat zijn mijn AirPods. Dit zijn de oordopjes van Apple. Ik heb de AirPods 2. Ik heb hiervoor heb ik oordopjes gehad. Die waren van... waren merkloos, moet ik zeggen. En... de connectie ging gewoon wat minder fijn. Op een gegeven moment waren ze ook al heel snel eigenlijk kapot. En deze zijn gewoon ideaal. Ik heb er nu een hoesje omheen, maar hij komt dus normaal. Komt hij dus zo. Dit zijn hoe ze eruit zien, maar ik vind het gewoon in een hoesje net even wat leuker staan. Ook bescherming. Je opent ze. Dan haal je ze eruit. Je kunt aan de indicator ook zien. Hallo. Oh, hij mag wel even een schoonmaakbeurtje hebben. Dat ga ik zo gelijk even doen, zie ik. Je kunt aan de indicator zien hoe vol of leeg ze zijn. Je drukt ze in je oor en ze blijven zitten. Ik gebruik ze dus echt heel veel met sporten. En ze blijven altijd zitten met wat voor oefening ik ook doe. Wat ook heel fijn is, het connect weer gewoon lekker met Apple. En dat vind ik echt heel fijn, weet je. Als ik kan bijvoorbeeld even laten zien. Kijk. Kijk, en nou toont hij dus mijn
mijn AirPods. Ik kan ook gelijk zien hoeveel ze opgeladen zijn. De AirPods zelf zijn 100% en het caseje is nu 79%. Dit is ook echt een item waar ik nooit spijt van heb gehad, waar ik veel gebruik van maak. Dan mijn Nintendo Switch. Ik heb vorig jaar Nintendo Switch gekocht en ik moet zeggen, sinds ik hem heb, heb ik er dagelijks op gespeeld. Officieel is die gewoon blauw met rood. Maar ik heb er dus een case omheen zitten vanwege de bescherming. Dit is de gewone Switch. Je hebt drie soorten. Je hebt de gewone, je hebt de OLED en je hebt ook nog de Switch Lite. Ik merk dat de Switch Lite ook vooral heel populair is bij jonge kinderen. Tenminste, ik lees heel vaak dat jonge kinderen dan zo'n Switch Lite hebben. Het voordeel van deze Switch is dat je hem in je hand kunt gebruiken met spelen. Maar je kunt hem ook in het dock stoppen. Dus je kunt hem ook op televisie kun je dan lekker je game spelen. Ja, ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik gebruik hem dus dagelijks. Deze kunnen er natuurlijk af. Ook deze mag wel even een schoonmaakbeurtje gebruiken. Kijk, deze kun je er afhalen, die zijkanten, en die kun je dan gebruiken in de hand om te spelen. Maar mijn Switch is echt wel, ja, ook wel heel fijn. Ik heb er inmiddels ook al wel eens leuke spellen dat je samen kunt spelen. Bijvoorbeeld Mario Kart kun je dan leuk samen spelen. Dus mijn Switch, ja, is eigenlijk in korte tijd heel belangrijk voor mij geworden. En ik gebruik hem dus ook echt dagelijks. Dan heb ik een item wat ik eigenlijk om heb en dat is mijn Apple Watch. Mijn Apple Watch die heb ik nu 2 jaar. Ik heb de Apple Watch 3 en ik ben er nog steeds heel blij mee. Je kunt de bandjes verwisselen. Dus je kunt ze eraf halen en dan kun je er andere bandjes op doen. Het is natuurlijk gewoon een horloge, maar daarnaast kun je ook je berichtjes erop ontvangen. Je kunt je slaap ermee meten. Je kunt ook aangeven van... hoeveel je hebt gelopen, houdt hij bij. Af en toe krijg ik eens een melding dat ik moet gaan staan. Dan vindt hij dat ik te weinig heb gestaan. Dus dit is ook echt een item waar ik nog steeds heel gelukkig mee ben. En ik merk dat ze tegenwoordig heel populair zijn. Je hebt ze natuurlijk in heel veel verschillende merken en in alle prijsklasses. Maar ja, als je eenmaal Apple-liefhebber bent, dan ga je ook wel weer voor Apple. Dus ja, deze is ook echt een van mijn lifesavers. Dan een item die ik niet dagelijks gebruik, maar wel wekelijks. Dat is mijn spiegelreflexcamera. Ik heb de Nikon D5300. Ik heb deze zo'n 2 jaar geleden gekocht. En ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik maak hier mijn blogfoto's mee. Mijn blogfoto's die maak ik altijd met mijn spiegelreflexcamera. Ik zet er een flittertje op en dan kan ik lekker foto's maken. Ik vind het ook heel rustgevend. Ik vind het echt leuk om daarmee bezig te zijn. Ik heb er dus eentje die zo'n klepje heeft ook. Waardoor je dus kan zien wat je doet. Je kunt hem ook zo draaien. Kijk, dan heb je hem zo. Dus je kunt zien wat je filmt. Je kunt er ook mee filmen. Maar dat is bij de Nikon iets lastiger. Want hij heeft moeite met scherpstellen. Deze is ook echt, echt favoriet. Ook als ik een keer een dagje wegga, waar ik foto's kan gaan maken, gaat die mee. Want ik vind het echt heel erg leuk om foto's te maken. En ik heb er nu een vrij kleine lens op zitten. Ik heb ook nog een hele grote lens. Dit is echt, ik ben er sinds ik hem heb gekocht nog steeds heel erg blij mee. Want hij stond heel lang op mijn wishlist. En als je dan eenmaal... hem kan kopen, ben je heel blij. Dus ja, ook deze is echt heel belangrijk voor mij. Ga je zo even een fotootje maken. Als je het dopje eraf had gedaan, natuurlijk. Dan ben ik ook wel toe aan het laatste product. Nee, nog niet. Ik heb nog 2 producten, sorry. Ik heb hier alleen de afstandsbediening. Dit is mijn Apple TV. Ik zal het kastje even een plaatje van in beeld neerzetten. Want die zit helemaal aan de snoeren vast. Ik heb niet zo heel veel zin om dat helemaal los te halen. Want dan moet ik dat weer helemaal netjes maken. En het zit er nu net netjes in. Maar je hebt in ieder geval hier de afstandsbediening. En dit is dus de Apple TV. Ik heb jarenlang een Apple TV gehad. Die was vorig jaar was hij toch wel toe aan vervanging. Ik had inmiddels ook Videoland.
En ik kon met mijn oude Apple TV geen Videoland kijken. En hij had ook steeds meer moeite met Netflix opstarten of met YouTube. En ik heb toen een nieuwe gekocht. En toen heb ik dus deze. Deze heeft ook een wat luxere afstandsbediening. Ik heb er dan een hoesje omheen zitten. Hij is normaal zilverkleurig. Maar ik vind het fijn dat hij bescherming heeft. Je ziet hier nog wel het Apple logootje. Ja, mijn Apple TV gebruik ik dagelijks. Ik vind het lekker om er YouTube op te kijken. Want ik kan dus YouTube kijken op de televisie. Kijk er lekker mijn Netflix mee, mijn Videoland. Het is gewoon een ideaal apparaat. Je kunt er ook films mee kijken. Dus ja, je kunt echt heel veel kanten op met een Apple TV. Je hebt volgens mij ook gewoon van die streamingskastjes van Google of zo, hoor, die op Android werken. Maar ja, wat ik al zei, Apple liefhebber, je wilt dan eigenlijk het liefst alles van Apple hebben. En ja, ik ben nog altijd heel blij met dit kastje. Inmiddels heb ik ook een Smart TV waar ik eigenlijk ook alle dingen op kan die ik dus met dit kastje ook kan. Maar ik had dit kastje al eerder gekocht dan mijn tv, want toen ik dit kastje kocht was mijn tv nog niet kapot. Later ging mijn tv kapot en toen heb ik een wat luxere tv gekocht. Maar ik gebruik deze echt nog heel erg veel, dus mijn Apple TV is ook echt wel geliefd. Laatste product dat heel belangrijk voor me is, daar film ik mee. Daar zal ik even een plaatje van in beeld neerzetten. Dat is mijn vlogcamera. Dat is mijn Canon SX730HS. Toen ik begon met vloggen, ben ik begonnen met een vrij goedkoop cameraatje. Die heeft het best wel lang volgehouden. Maar toen ging die kapot en toen moest ik een andere hebben. Want het schermpje deed niet meer. Ik kon niet meer zien wat ik aan het filmen was. Toen heb ik deze Canon gekocht en ik merkte gelijk heel veel verschil. Hij is wat zwaarder ook in de hand. Het schermpje is een stuk groter. Ik merk ook dat de autofocus heel lekker is. En dat merk ik wel, het verschil tussen de Canon en de Nikon. Bijvoorbeeld met deze camera, de autofocus, die moet ik helemaal zelf instellen. Daarom heb ik ook altijd nog moeite om hiermee te filmen. Het is nog steeds wel mijn doel, maar ik kom er niet helemaal uit. Maar dat doet Canon dus wel. Daarnaast vind ik het ook gewoon heel fijn dat als je een foto maakt, dat je eventjes de timer erop kan zetten. Want ik maak hier ook de foto's mee voor mijn thumbnails. Ja, mijn vlogcamera, ik gebruik hem dagelijks. Hij is heel belangrijk voor mij en daar kan ik echt niet meer zonder. Want anders dan kon ik niet mijn YouTube filmpjes maken en mijn vlogs. En dat vind ik nog steeds heel leuk. Dus ik ben wel heel blij dat ik daar toen in heb geïnvesteerd. En dat is nog steeds wel echt mijn dagelijkse favoriet die er dagelijks bij komt. En die ook echt wel veel overal mee naartoe gaat. Ik heb inmiddels wel een doel om nog aan te schaffen. Maar dat is nog in de verre toekomst. Wat ik ook graag zou willen gebruiken voor het filmen. Maar tegen de tijd als dat zover is, dan horen jullie dat wel in een van de vlogs. Maar voor nu doe ik het lekker met mijn vlogcamera. In ieder geval voor binnen en soms voor buiten. Nou, dan waren dit wel alle belangrijke producten voor mij die ik dus met heel veel liefde gebruik. Ik wil er gelijk bij zeggen, ik heb deze video niet gemaakt om op te scheppen over de spullen die ik heb. Absoluut niet. Maar ja, deze video aanvraag kwam binnen en ik vond het zo leuk om daar ook een keertje bij stil te staan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor jou het onmisbare ding in je leven is. Of dat jij iets hebt waarvan je denkt, daar kan ik absoluut niet meer zonder op elektronica gebied. Ik ben ook wel benieuwd of jij misschien gebruik maakt van een van deze producten die ik je heb laten zien. Dat kan natuurlijk ook gewoon in een andere variant zijn. Maar ja, voor mij zijn al deze producten echt onmisbaar. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien welke producten er voor mij dus echt onmisbaar zijn. Ik zal overigens in de beschrijving nog even alle producten neerzetten die ik heb opgenoemd. Mocht je het willen nalezen, dan kun je het dus daar eventjes nog terugvinden. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het dan weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat ook een rode button en als je die aanklikt kun je ook abonneren. Daarnaast staat het belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!